dat is ons thuis. Wij repeteren in de kelder van Markt 18. Mooie locatie in Schagen. Het cultuurhuis, dus ja, daar wil je als vereniging wel zitten. Het is een hele gezellige vereniging met echt mensen die met plezier muziek maken. We zoeken altijd naar nieuwe uitdagingen, leuke nieuwe ideeën. En ja, het is voor mij echt een tweede familie zowat. Het zijn de mensen die me al mijn hele leven kennen, dus dat is heel fijn. Het is een vrolijk muziekjaar. Meerdere verenigingen in de Noordkop vieren een jubileum. De alleroudste is Schagens Harmonie, met maar liefst 150 jaar op de teller. Voorzitter Delphine Balink is nog maar 43 jaar oud, maar heeft al een flink stuk geschiedenis meegemaakt. Ik ben op mijn 6-jarige leeftijd ben ik blokfluit gaan spelen, zoals dat toen eigenlijk heel gewoon was. Na je muzikale vorming de blokfluit. En na 2 jaar blokfluit mocht je een ander instrument kiezen. Nou, toen de tijd was Berdien Stemberg hot, dus ja, dan kom je op de dwarsfluit. En ik ben nooit meer iets anders gaan doen. Ondertussen wel de piccolo erbij. Maar ja, altijd dwarsfluit gespeeld en ook eigenlijk vanaf mijn 10e in dit orkest. Ja. Dus al 30 jaar, van die in totaal 150 jaar ben je lid? Ja, klopt. Ja, best wel een groot percentage van de tijd. Zo mooi. Tegenwoordig is harmoniemuziek veel meer dan alleen maar een mars. En spelen wij filmmuziek, musicalmuziek, popmuziek. Onze dirigent wil ook het liefst altijd nieuwe stukken spelen. Zij zoekt ook altijd naar werken die nog niet ergens anders al gedaan zijn. Of naar ideeën voor concerten, dus zij is wel heel vernieuwend. Nou, dit is een hele bijzondere samenwerking. Het is echt teamwork. En het is een hele fijne groep mensen. Goed bestuur, goed kunnen communiceren. En ja, wat heel fijn is, is dat ze vaak ook wel met mijn wilde plannen meegaan. En dat we ja, gewoon hele mooie muziekmomenten mogen beleven met elkaar. Ja. Ja, want gewoon stilzitten, dat is niks voor jou. Er moet wel wat gebeuren. Ja, absoluut. Nee, anders bloed ik dood. Nee, ja, muziek is natuurlijk gewoon beleving. En hoe fijn is dat om dat met elkaar te beleven en ook daarin ja, je passie kwijt te kunnen. Kijk, deze mensen komen voor hun hobby iedere woensdagavond bij elkaar. Ja, dan moet het natuurlijk wel heel erg leuk zijn. Maar voor mezelf ook. Ik wil het ook gewoon plezier hebben in mijn vak. 20 jaar maak je zelf onderdeel uit van die geschiedenis. Houd je nog een beetje vol, denk ik, de komende jaren? Ja, ik wel hoor. Oké, daar gaan we. Samenwerken, dat is het sleutelwoord bij jullie. Ja. Samenwerking zoeken. Ja. Ja, we zoeken altijd naar kruisbestuivingen met andere verenigingen, liefst uit Schagen of uit de gemeente Schagen. En dat is heel divers. Dat is van een fotoclub tot de balletvereniging, koren, verschillende koren. Nou ja, eigenlijk alles wat we aan verenigingen hebben, daar proberen we aansluiting bij te zoeken. Voor het volgende concert gaat het ook gebeuren, hè? Ja, klopt. 13 april mogen we samen met The Voices optreden. The Voices is een club waarmee we veel samen gedaan hebben de afgelopen 5 jaar. Zij zijn 5 jaar geleden opgericht. Het eerste deel van het programma is nou ja, eerst wij en dan de Voices. En na de pauze is het echt alleen maar feestvieren, samen muziek maken. Hele leuke, spetterende nummers en we hebben er ontzettend veel zin in.